Vaker. Rustig, Fafio. Ah, ik ben de maatje die bij je wordt. Waarom is hij eigenlijk opgesloten? Hij is een van die christenen, toch? Ze moeten dood. Maar waarom dan? Er zijn toch ook mensen? Ja, maar ze brengen alleen maar onrust. Ik vind niet dat baas X alle christenen dood moet maken gewoon omdat hij bekend wordt. Hoezo? Ja, maar die christenen dood omdat hij weer gekozen wil worden. Hè? Dat is wat het volk wil, dus dat moet hij doen. Nee man, ik ben het niet met je eens. Ik kan zelfs ook nadenken en de juiste keus maken. Hé, libatoriëra. Hé, maar vandaag ga ik eerst slapen, hè? Nee, gisteren ben jij eerst gaan slapen, dus vandaag ga ik eerst. Oh, dat slaapt nog. Stil, ik slaap. Nee. Laten we op je wedstrijd spelen nog. Wie weet bepaald. Oké. Yippie! Ha, ik heb gewonnen. Dus je moet wakker blijven. Maak me voor een uurtje wakker. Yes. Zal ik alarm zetten? Hoef je niet blijven wakker. Ik ben terecht gekomen. Om door Gods wil te verkondigen. Maar die baas X. Niet van. Christina Hout. Het heeft zoveel mensen laten aan de hoofde. Morgen volg. Ikzelf. En morgen. Volg. Ik. Zo. Niet hier. Trek je jassen schoenen aan. Kom mee, we moeten weg. Trek je jassen schoenen aan. Doe snel, trek je jassen schoenen aan.
Ça veut dire quoi? T'es un mango. Pourquoi c'est engel? Je me arrête. Je suis effrayé. Excuse me, Lucien, we fire. We get out. I'm at the Yenny's house. Vader, we vragen u om Guy te bevrijden uit de gevangenis, vader. Wij smeken u om een wonder, vader. Vader in de hemel, wij zijn hier bijeen om u te smeken, o Heer, om Gilly te bevrijden. Bevrijd hem, Heer, zodat hij uw woord kan verkondigen, Heer, in Jezus' naam. Heer, almachtige God, we zijn hier bijeen in uw naam, zodat Gilly wordt vrijgelaten en dat hij weer in ons midden zal zijn. Vader in de hemel, wij vragen u dat wij christenen vrij kunnen zijn, zodat wij u vrij kunnen loven en prijzen. En Heer, alstublieft, laat u een wonder en baas ik zien, zodat u machtiger bent dan hem. Heer, almachtige God en Vader in de hemel, we loven u, Heer, we prijzen u, Heer, we danken u, Heer, voor wat u tot nu toe voor ons gedaan heeft, Heer. Heer, maar we vragen u, Heer, Heer, dat u een wonder laat geschieden, Heer, dat Gilly weer in ons midden kan zijn, Heer, almachtige God. Dat u hem wil bevrijden, Heer, vragen wij u, Heer. Helpt u, Heer, hoor onze gebeden, Heer, vragen wij, Heer, in uw naam, Heer, help ons, Heer. Dank u, Vader. Uber, ik ben uit de Uber! De Uber! Wat klapt hier zo laat aan? De Uber, ik ben uit de Uber! Ja? Wie is daar? Ik ben uit de Uber! Gilly? De Uber, ik ben uit. Gilly? Gilly staat voor de deur! Gilly is thuis, Gilly! Wat voor gek kan je van de deur? Nee, alweer! Ik heb hem gezien! Hoe kan je hem weer? Ik heb hem gezien! Ik heb hem gezien! Ik heb Komt u zelf kijken. Ik geloof het niet. Echt niet. Doepen. Hij is het daar. Doepen. Jilly. Zijn iemand achter je aangekomen? Hoe ben je hier gekomen? We waren net nog aan het bidden voor je. Niet zo schreeuwen. Als jullie rug te doen, worden we allemaal opgepakt. Hoe wil je ontsnappen? Zal ik jullie vertellen. Dus, ik lag te slapen. En plotseling maakt iemand me wakker. Een engel. Mijn boeien gingen er niks los. Alle deuren en poorten gingen toen gewoon vanzelf open. Ik liep naar buiten alsof er gewoon niks aan de hand was. Wat is goed. Dank u, Jezus. Ja, maar ik ben hier niet blijven. Dus ik moet vluchten. Judy, pak een tas in voor Gilly. Judy. Ik zit buiten. Waar ga je dan naartoe? Ja, dat weet ik nog niet. Ik pak misschien de eerstvolgende vlucht of zo genoeg. Ga liever een beetje rusten en dan breng ik je morgen wel. Oké, is goed, tante. Slaap lekker hoor. Slaap lekker hoor. In bed hoor. Ja. Oké. Wat de gevangenen? Je zou te wakker blijven, hij is al snel. Hoe kan het? We hadden toch vastgeboeid? Het is jouw schuld, jij hebt hem losgemaakt. Ik heb hem losgemaakt? Jij hebt hem losgemaakt. Dan moest je wakker blijven dat je gezien als ik hem heb losgemaakt. Maar wacht, luister. Als we nu vluchten.
Ik ga u precies uitleggen wat er is gebeurd. Wat? Echt niet? Je moest toch wakker blijven? Ja, maar je hebt hem losgemaakt. Ik heb hem niet losgemaakt. Het was bij jou. Oké. Ik heb genoeg gehoord. Als jullie geen goede verklaring hebben, dan zal ik jullie maar aanbrengen bij de baas. Goed zo. Ik ben zo mogelijk teruggekomen. Mijn vlucht is er. Oké. Baas, Gilly is ontsnapt en deze twee grappenmakers zijn daar de oorzaak van. Wat? Ontsnapt? Hoe is dat mogelijk? Laat me je precies zeggen. Hé, hey, Job! Ik heb hem losgemaakt, ik zie het. Nee, jij moest wakker blijven. Maar ik heb rock, paper, scissors gewonnen. Rock, paper, scissors? Hier ga ik echt niet naar luisteren, hoor. Breng ze weg! Slagerij! Als nee, dat kan! Als ik nog een kan! Als ik nog een kan! Breng ze weg! They searched for me, they captured me, no chance they'll set me free, the sword is awaiting me. In prison I'm put, chains are on my foot. Tomorrow, that dark day when my life will fade away. The prayer of the church goes on without ceasing. Can't get to where I belong without believing. So I bow my head, lay this in his hands. I'm so scared, but maybe this is what he planned. He'll get me out, though I don't know. Hey, is it there? Doe hem dan! Kort! Misschien de eerste naar zorgen. Stop! Ja, dat vlucht naar zorgen. Wat vlucht naar zorgen?